En het Polytechnic College, PTC, begint in oktober met de opleiding vastgoed en makelaardij. In dat kader heeft het college afgelopen dinsdag een informatiesessie gehouden over dit bachelorprogramma. Heidi Geldorp, curriculumontwikkelaar van PTC, zegt dat de vraag voor deze opleiding van de rechterlijke macht afkomstig is. Het is namelijk gebleken dat er in het veld veel vastgoeddeskundigen zijn die geen opleiding hebben gevolgd. Om dit euvel tegen te gaan, zal het PTC met deze opleiding starten. De rechter heeft alles aan hold gezet, want wilt u beëdigd worden tot vastgoeddeskundige, zult u dus met een opleiding, moet u een opleiding doorlopen hebben. En vandaar dus dat het PTC benaderd is, omdat deze opleiding vooralsnog nog niet in Suriname is, op HBO-niveau. Omdat men de zaak een beetje wil gaan registreren, een beetje gaan volgen, dat wat in de samenleving is, dat die werkelijk is, dat die deskundigen werkelijke opleiding doorlopen hebben en dus kennis en vaardigheden hebben opgedaan die nodig zijn om het werk uit te voeren. Geldorp benadrukt dat als je bepaalde zaken in je land aan banden wil leggen, je mensen moet dwingen of forceren een opleiding te volgen. Volgens Robbie Hoogman, directeur van het PTC, is de vraag naar deze opleiding groot. Het staat dus open voor iedereen die zich in de materie wil verdiepen. Dus om daaraan invulling te geven, dan moet die opleiding starten. Anders gaat u mensen die al in die branche zitten uitsluiten. En dat willen we niet. Want als je al in die branche zit, is het heel erg als er plotseling een wet komt waarvan u hoort dat u werk niet meer kan doen. Dus vandaar dat wij deze opleiding aanbieden. Op dit moment is er een groot tekort. Chronisch tekort. Dus we verwachten dat we in ieder geval de eerste 5 jaren, als we 5 jaren lang 30 man hebben, dat we pas na 5 jaren een situatie kunnen bereiken waar die markt een beetje goed gaat zitten. Waarbij er snel en efficiënt ingespeeld kan worden op de vraag. Dus er is voldoende werk aan de winkel. We hopen ook dus dat de instroom inderdaad ook zo is, zoals het is geprojecteerd is geworden tijdens de besprekingen en de onderzoekingen, dat er een redelijke instroom kan zijn. En als het inderdaad zo vlot gaat, dan denken we dat we op een gegeven moment een beetje stabiliteit krijgen, een beetje rust in die sector krijgen na 4e, 5e cohort. Dat was dus Robbie Holband, directeur van het PTC. En daarvoor zag u Heidi Geldorp, curriculumontwikkelaar van het PTC. Ze spraken afgelopen dinsdag na de infosessie over de nieuwe bacheloropleiding vastgoed en makelaardij. De infosessie is gehouden in de zaal ARK van het college en wel aan de Slangenhoutstraat.